De Schoutenstraat is een leuk winkelstraatje in hartje Utrecht. Soumya heeft er een sfeervolle boutique. Nou, ik heb een modezaak, een damesmodezaak, een exclusieve winkel. Ik koop veel fair trade. En ik help mijn klanten heel doelgericht, heel persoonlijk. Dus dat is vrij uniek in de binnenstad. Maar de Schoutenstraat is de Schoutenstraat niet meer. Er is nauwelijks iemand op straat. Nou, het is dramatisch stil. Er gebeurt niks. Mijn kassa die blijft nul. Nul omzet. Komt niks binnen. Ik ben een alleenstaande moeder. Ik heb mijn zaak al 20 jaar. Ik heb heel veel vaste lasten, wat iedereen ook heeft. Er komt niks binnen. Ik zou niet weten hoe ik dat moet betalen. En dat is dodelijk voor de onderneemster? Ja, heel slecht. Dramatisch. Ja, beangstigend. Ik slaap niet meer. Voor veel kleine ondernemers is de huur de grootste kostenpost. Sommige verhuurders zijn een klein beetje inschikkelijk. Maar dat geldt niet voor elke verhuurder. En hij beroept mij op mijn huurdersplicht. En toen heb ik gezegd van ja, maar er komt niks binnen. Ik kan geen huur betalen. Ik ben al 20 jaar trouwe huurder. Ik heb het gewoon niet. En dan zet hij er maar eruit. Maar dan krijg je weer een leegstand. En dan ga ik mijn hand ophouden bij de overheid. Ik denk dat niemand hier gebaat bij is. Soumya ziet het somber in. Dit is de genadeklap. Ja, dit is echt zorgelijk. Dit overleeft bijna niemand. Het Rijk heeft eenmaal 4000 euro ter beschikking gesteld. Dat helpt. Maar is het genoeg? Ja, niet. De overheid moet echt bijspringen. En een eenmalige 4000 euro, dat ga ik niet redden. Want ik bedoel, dat ben ik nog niet eens aan huur kwijt. Dus ik heb gewoon meer. Ja, ik hoop dat de overheid bijspringt totdat de economie weer gaat draaien.